Al eeuwenlang worden er producten van A naar B gebracht en dit zullen we ook altijd blijven doen. Hoe deze branche door de jaren heen is veranderd, bespreken we met Mark van Herk en Kees Punzeli. We zien dat de laatste jaren gelukkig kwaliteit weer voorop staat. Dat prijs minder doorslaggevend is. De combinatie is van belang, maar kwaliteit is gelukkig de doorslaggevende factor. En de betrouwbaarheid. Want op het moment dat producten niet op het juiste moment op de juiste plaats staan, kunnen de schade en de kosten veel hoger zijn voor de klant dan een scherpe prijs alleen. We zien vooral dat globalisering een hele belangrijke rol speelt, waarbij een betrouwbaar netwerk van kantoren cruciaal is en doorslaggevend, waardoor een klant wereldwijd dezelfde service en dienstverlening krijgt. LV Shipping & Transport Group is een familiebedrijf van bijna 100 jaar oud. Inmiddels hebben zij wereldwijd vestigingen, waar ze werken met lokaal management. De afgelopen 100 jaar zijn we ontwikkeld van lokale speler naar een globale speler met eigen kantoren over de hele wereld heen. Als je als logistieke dienstverlener werkt in het buitenland, is het belangrijk dat je vooral lokale kennis hebt en werkt met lokale mensen. Omdat wij dan weten wat lokaal speelt. De regels zijn in elk land anders en moeten ook goed gehanteerd worden. Daarbij zien ze ook lokaal de kansen die er zijn en dat versterkt het netwerk alleen maar. Nou, als je goederen exporteert naar het buitenland, dan gaat het niet alleen over het afhalen en het afleveren van de goederen. Het heeft te maken met wet en regelgeving, het heeft te maken met het op tijd afleveren, het heeft te maken met de lokale kennis, het heeft te maken met cultuur en het is een sport op zich. Waar lopen bedrijven tegenaan in het buitenland? Het is vaak slecht advies, dingen die alsnog niet geregeld zijn. En dan kan het gebeuren dat de containers die vanuit Europa daar naartoe verscheept staan op de kade blijven staan omdat er geen vergunningen zijn of iets dergelijks. Wij merken dat het heel moeilijk is als je de lokale cultuur en de taal niet kent om succes te boeken in het buitenland. Mijn tip is: werk met lokale mensen en deel je succes.